Nou, we hebben een hele erge toename gezien in de aanvragen. Maar daartegenover staat ook dat we wat grotere contracten hebben moeten laten liggen. We zouden vliegen voor de Formule 1, Zandvoort en het Songfestival. Dat is allemaal niet doorgegaan natuurlijk. Maar er is wel heel veel voor particulieren gevlogen. Beterschapswensen, omdat mensen natuurlijk niet bij hun familie konden zijn. De zorg hebben we zeg maar een hart onder de riem gestoken. Boven ziekenhuizen hebben we veel gevlogen. Ik denk als we het vergelijken met vorig jaar dat we zeker meer hebben gevlogen. Ik denk dat we op dit moment misschien al 200 uur luchtreclame hebben gevlogen. En dan moet je denken aan twee uur. Want dat we 200 vluchten hebben gemaakt dit jaar en gemiddeld 2 uur per vlucht. Het centraal eindexamen is niet doorgegaan natuurlijk, maar alle scholen die wilden natuurlijk wel iets organiseren om hun leerlingen te feliciteren. En we kregen gewoon 5, 6, 7 aanvragen achter elkaar binnen van middelbare scholen of wij met luchtreclame de leerlingen konden feliciteren. Dus dat hebben we veel gedaan dit jaar.